Anders probeer even te versieren, zeg maar, in de buurt van de microfoon. Oké, okay, ja. Ja. Zo. Voor alles is een eerste keer natuurlijk. Dus, ja, ja, ja. God, dit is wel heel bijzonder. Ja, hoe voelt het? Dit voelt wel heel fijn om versierd te worden. Ja. Er worden op dit moment foto's gemaakt. En filmpjes. En filmpjes ook voor op de Facebook en de Twitter. Helemaal onder de slingers gehangen. God. Het ziet eruit, joh. Het ziet er wel gek uit, hè? Ja. Nou, je hebt het zelf een keer geroepen. Iedere keer als ik bij Radio Total ben, is het één feestje. Nou, dat klopt. Ja, ja, absoluut. Oh, dat is wel een beetje het streven, denk ik. Maar het is wel een lekker gekleurde slinger ook allemaal. Ja, ja, ze zijn heel vrolijk. Ja, die zou je God! Nou, misschien hebben we ergens een scherm, want we moeten één van die slingers even zo'n gleufje maken natuurlijk. Oh, die slingers hier. Ja. Ik heb nog een mooi ding over zo, of tegen zo'n gefeliciteerd. Nou, ja, okay. Nou. Oh, die dames en heren, applaus voor Jonge Fleming! Ja. Ja. Je bent er goed opgeknapt, zeg. Ja, ja, dus, ongelooflijk. Ja. Ja, dit is toch wel heel erg mooi zo. Oh, hier kunnen we nog een mooi mutje van maken. Van oh, ja. Dat is helemaal leuk. Zo, hoppakee. Kijk. Zo, doe me. Zo. Oh nee, dat was een beetje moeilijk. Het ziet er niet uit, joh. Dat is wel mooi, hoor. Ik vind het, ja, ik vind het. Hé, maar vertel eens eventjes. Je bent al door een hel heen gegaan de afgelopen weken. Want je bent aan alle kanten bestookt door de media. Ja, dat klopt. Want je hebt een plaat gemaakt, daar hebben we jou over gebeld 2 weken geleden. Doe de boerka. Doe de boerka. Oh, even, ja. Daar kom je volgens mij niet, niet alleen, hoor. Samen met Roy en met Bondi natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja, ja. Oké. Okay. En toen? Want wat gebeurde er toen? Nou, we dachten van, er was heel veel in de media, was allemaal over die boerka te doen. Mm-hmm. En ook toen de koningin zo'n moskee bezocht, daar waren er mensen die lagen te zeuren dat ze een hoofddoek om had gedaan. Ja. En ik vond dat, ja, uit respect voor andere geloven doe je ook zo'n hoofddoek om. Dus geen discussie over mogelijk. Ja. En die boerka die is in meerdere landen nu verboden, in Nederland, België. Frankrijk. Ja, ja, ja. Ik dacht, nou, je kunt hem niet verbieden, maar je kunt beter met een alternatief komen. Ja. Dus dacht ik van, we komen met een alternatief. De boerka is verboden, we komen met een boerka shirt. Ja. We hebben daar hele boerka lijnen opgezet. Dus allemaal verschillende shirtjes met een boerka gaatje erin. En die kun je dan over je hoofd intrekken. En dan kun je het boerka liedje doen. Ja, maar het is ook heel multifunctioneel, want ik heb even zitten kijken naar jouw videoclip. Ja, met Blondie, hè? Want je hebt een clip samen met Blondie opgenomen van O.O. Gerso. Ja. En die heeft zo'n shirt aan en dan zie je ook precies haar navel zitten. Ja, precies. Ja, ook niet alleen de navel als we hem omhoog trekken, hoor. Ja, dat heb je ook net. Maar het is wel lekker zo, vooral als het straks wel warmer gaat worden, geeft dat toch wel weer een beetje lekker een soort airconditioning. Ja, ja, ja. Maar wat gebeurt er? Heel veel mensen hadden het niet begrepen dat het eigenlijk gewoon een carnaval en dat het gewoon heel grappig bedoeld was. Er zijn er behoorlijk wat dreigementen gekomen. Ik dacht, dit snap ik niet helemaal. Ja, je hebt het ook gehad met het busje vol met Polen. Ja, en met de vogelgriep en met verschillende andere liedjes. Ja, dus zoiets van, nou, hij is compleet nou. Ja, nu wel. Maar dan denk ik van, je bedoelt zoiets gewoon heel grappig en dan komt het eigenlijk een beetje raar over. Ja, maar er zit geen kwaad in, hè? Want ik heb totaal niet. Ze moeten jou wel iedere keer hebben. Ja, ook in het liedje zit gewoon geen foute bedoelingen. En dan hebben we zelfs nog niet. Want ik dacht, we komen met de boerka shirts. Mm-hmm. En we hadden ook nog een ander item. En die heb ik maar in de kast laten liggen. Maar ik dacht, daar komen we helemaal niet. Oh, maar ik wil weten wat het is. Ja, wel, dan begrijp ik wel dat je dan commentaar krijgt. Okay. En ik bedoel, dit was gewoon heel leuk bedoeld. Ja. En ik dacht van, nou, als dit nu aanslaat, dan gaan we ook het andere product op de markt brengen. Maar nu... je wilt toch wel weten... Nou, we hadden ook nog boerka rokjes. Ja, we hadden boerka rokjes. Oh. Dat is een mini-rokje. En de hoogte van het kruis zit ook dat roostertje. Met het gaatje met dat. En het grappige vond ik, als je dat rokje dan gewoon aandeed, en je deed geen onderbroekje aan, dan was er een vogeltje in de kontje staan. Maar die hebben we maar niet opgemaakt. Nee, wie verzint dat nou ook? Ja, ik vond dat een leuk idee, maar... De bedenker staat tegenover je, of naast je. Maar in ieder geval, we hebben er geen foto's mee gemaakt en het rokje komt niet op de markt. Oh, dat is nee. Maar iemand hoe lopen die boerka shirts? Nou, de bestellingen, er zijn wel heel veel mensen die hem willen hebben nu inmiddels al. Ja, ja, want je gaat op een gegeven moment natuurlijk wat bekendheid verwerven. En dan als mensen interesse krijgen, dan is dat ding om te gaan hebben natuurlijk. Ja, je moet zo zien, negatieve publiciteit is ook publiciteit. Ja, we hebben iemand aan de lijn volgens mij. Hallo, goedenavond.